enige andere wat je in die film ziet is een trap. Ja. Nou, dat geeft die rode lijn schematisch weer. Ja. Ik heb die eigenlijk door laten lopen over al die frames. Ja. En daar een architectonische vertaling van gemaakt. En het geprojecteerd op een gewelfd projectiescherm. Ja. En dat projectiescherm krijgt eigenlijk zijn vorm als tegen vorm van de uitjes die in Moskou op de daken staan. Dus de bekende Kremlin torentjes. Die zit hier dan in het stadsland. Ja, op deze manier zijn eigenlijk die silhouetten geperforeerd in dat scherm. Waardoor je s'avonds een feestelijke uitstraling krijgt. En onder die getrapte lijn is de foyer totaal open naar het park toe. Ja. De monumentale trap die al aanwezig was in de bestaande situatie, die hier is weergegeven. En aangepast, zodat je ook met een auto kan voorrijden, met je première. Echte rode loper uit. Een rode loper uit. Ja. Mooi. Ik vind het toch alweer een knap stukje weer. Ja. Ik denk dat de Russen het niet begrepen hebben. Ik denk het ook niet. Nee, anders had je gewonnen. Ja, en nu? Hoeveel is de plek? Er zijn 3 prijswinnaars en de rest is gepubliceerd. Oké. Nou, bedankt.